Ja, we zitten hier nu bij Max 1, de eerste van de 350 putten die geslagen zijn. En ja, het is wel heel bijzonder om te zien waar het begonnen is. Het ziet er ook nog eens een keer heel mooi uit. Het water smaakt heerlijk en de mensen zijn er dol gelukkig mee. Dat zie je aan de kansen die we net hebben omgekregen, de vangst die we hebben gehad. Ja. Maar het belangrijkste is, er zijn gewoon veel mensen die deze waterput gebruiken. We hebben de mensen die geld geven direct de feedback beloofd. Dat hebben we kunnen doen met de foto's en alle berichten die wij Bangladesh hebben gehad. Maar het was toch ook wel eens tijd dat we hier zelf naartoe kwamen. Om te zien hoe het allemaal werkt. En we zijn heel blij om te zien eigenlijk dat alles wat we tot zover gezien hebben en dachten en vermoeden en hoorden, dat ook gewoon klopt. Sterker nog, dat het nog meer waar is dan we eigenlijk al dachten. Tegelijkertijd waren we de verschillende organisaties waarmee we werken, alle drie bezoeken. En om te zien of er verschillen zijn in hoe ze werken en hoe handig ze werken. Oké, ik moet even heel snel zijn. Nou, dit is hoe een deep tube wel geslagen wordt. Ze bouwen hier een constructie, die is hetzelfde over heel Bangladesh. Daar zetten ze een buis in met een boor erbij, die kan je daar zien. Hier. Daar zit een boor, dat is de onderste pijp. Die gaat naar beneden. En dan draaien ze met de hand, het is ongelooflijk dat het in deze tijd nog gebeurt, met de hand draaien ze dat ding rond. En als ze dan dieper zijn gekomen, dan zetten ze er een volgend koppelstuk bovenop. Ondertussen pompen ze koeienpoep met water door het systeem heen, om het aan de ene kant te smeren en aan de andere kant de wand van het gat stijver te maken, zodat hij niet instort. En aan het water wat naar boven komt, kunnen ze zien wat voor zand erbij zit, als wanneer ze op een gegeven moment een laag hebben bereikt waar ze water uit kunnen halen. Dan hebben ze een bepaalde zandlaag die ze zien. Als ze dat hebben bereikt, en dat is meestal zo bij 300 meter, dan wordt in een noodtempo worden al die buizen omhoog gehaald. Dan hebben ze een hele lange PVC-buis van 1,5 inch, dus ongeveer zo groot. Die is aan elkaar geplakt met de aanzuigfilter onderin. Die wordt van bovenuit door het gat zo snel mogelijk naar beneden gejaagd. Dan heb je eigenlijk de basiscomponenten van de pijp. Je hebt gewoon een 300 meter diepe PVC-pijp met een onderaan een filter. En dan is het de kwestie van bovenaan een deep tube wellhead er bovenop zetten en een betonnen plaat eromheen maken om de afvoer te regelen. Ja, wat mij bijblijft van deze week, het klopt gewoon. Het verhaal wat wij hebben verteld aan mensen, dat klopt als een bus. Dorp van 200 mensen. Levert handtekeningen in, doet een eigen bijdrage en dan krijg je een waterput. En een jaar later hebben ze bijna geen diarree meer. En het werkt. Het is nu gewoon een kwestie van uitrollen. Hey Marvick, how are you? Good.
Hey! 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 H